In de nacht van donderdag op vrijdag is voor meer dan 50.000 euro aan computers en beeldschermen gestolen uit de nieuwe vestiging van Procom Computers aan de Jan Stapertlaan in Franeker. Jouke Bloem van Procom ontdekte de enorme ravage vrijdagmorgen. Ja, we zijn gisteravond om 11 uur vertrokken hier en vanochtend kwamen we binnen. Het leek dat de hele vitrines waren opengebroken, alle laptops verdwenen. En we kwamen achter, toen ontdekten we een grote ravage. Bleek dat ze door het plafond naar binnen zijn gekomen. Dus eerst de achterdeur geforceerd, naar boven zijn gegaan, door het plafond naar binnen zijn gekomen. Daar de deuren hebben geforceerd die wij ook op slot hadden. Ja, en een heleboel artikelen hebben ontvreemd. Ja. Ja, want hier in die vitrinekasten stond het allemaal al vol. Ja, uiteindelijk hadden we dat al gevuld, omdat we van plan zijn om maandag open. Dus ja, wat werk vooruitdoende, hadden we de vitrines al ingericht. Maar ja, blijkbaar was dat net iets te vroeg, want daar hebben ze dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, er zitten overal rolluiken voor, dus er moeten mensen zijn die de weg weten. Ja, daar gaan we wel vanuit. Op dit moment hebben we nog niet echt een vermoeden, maar we gaan wel vanuit dat er mensen zijn die inderdaad de weg weten. Omdat ze boven ook precies hebben geweten waar ze een gat hebben moeten maken. Dus we gaan er vanuit dat het een bekende is geweest of in ieder geval iemand die weet hoe de plattegrond eruit ziet. Ja. Automatisch alarm stond er nog niet op, begrijp ik? Nee, het probleem was dat we vandaag pas telefoon kregen. En dus nog voor één nacht geen alarm hadden omdat het niet aangesloten kon worden. Ja, dat zul je net treffen, dan gebeurt er natuurlijk zoiets. Hoeveel is er gestolen? Ja, de schatting op dit moment gaat tussen de 50.000 en de 70.000 euro uit. Dus dat is een flink bedrag, ja. Daar word je niet vrolijk van, hè? Nee, vanochtend hebben we ook wel een paar traantjes gelaten. Ja, je gaat hierheen vol goede moed. Vandaag komen de stellingen, veel bedrijvigheid. Ja, je wil het afbouwen. De laatste dagen 14, 15 uur werk op een dag, dat hoort erbij. Maar ja, dan krijg je een beetje een teleurstelling. Maar een beetje teleurstelling, een grote teleurstelling. Dus wat dat betreft was het vanochtend even een grote teleurstelling. Maar we gaan nu met extra moed weer er tegenaan. Kun je nog spullen binnenkrijgen voor de opening maandag? Ja, op dit moment is er onze grootste leverancier, die is hier vandaag aanwezig. En die hebben alle medewerking verleend. Dus die zijn druk bezig met een nieuwe order samen zoeken en dat we dat hier weer krijgen. Ja. Ik heb begrepen dat jullie een beloning uitloven voor tips. Ja, wij zijn hier wel ter dege van geschrokken dat wij zoiets hebben van we willen toch weten wie het heeft gedaan. En wij beloven dan ook een beloning uit van 5.000 euro voor de gouden tip. Ja. Hoe moeten mensen zich bij jullie melden? Nou, uiteindelijk is het zo dat ze via GPTV kunnen melden. Of via de politie uiteraard. Ik denk dat de politie het verstandig is. Ja, de politie is het verstandig. Maar ja, als mensen dat niet aan willen, dan kan dat ook. Dan kunnen ze altijd bij ons terecht. Ja. Ja, maar wij hopen dat er iemand tussen zit die of iets heeft gezien in de afgelopen nacht. Of in ieder geval weet in zijn omgeving dat er iemand is geweest die of iets gehoord heeft. Of ja, er misschien nog wel meer van weet. Ja. Of een extra goedkope laptop aangeboden kreeg. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè. Er zijn een aantal plasmaschermen ook nog ontvreemd. Dus ja, wie weet wat die aangeboden. En krijgt iemand achterdocht, dan hopen we dat diegene zijn goede hart gaat spreken.